We nemen deeg, worst, 10 enthousiaste finalisten en bakken maar. Ik vind je lekker. Ze weten natuurlijk allemaal hoe je een lekker worstenbroodje maakt. Als het worstenbroodje aantrekkelijk uitziet, dat bepaalt al 30 tot 40% van de smaak. Liefde erin. Lekker gehakt, dat is ook heel belangrijk. Gewoon heel secuur en... En je niet af laten leiden door mij? Ja, bijvoorbeeld. Maar ik kan er maar één de winnaar zijn. Wie maakt de lekkerste? Nou, ik hoop ik. Ik ben alleen met één echt tevreden. Gaat u nou echt voor de winst of is dit net een beetje als de Olympische Spelen van meedoen is belangrijker dan winnen? Nou, winnen is ook wel belangrijk, niet? Dat weet Jurgen van Dongen uit Ter Heide als geen ander. Hij won vorig jaar. Ja, het is, de spanning wordt er niet minder om het zo maar te zeggen. Want naast de eer zorgt het winnen van de titel voor een hoop extra klanten. Maar dat is voor andere kandidaten juist een reden om niet te willen winnen. Ik word wel graag eerste, maar ik denk als ik eerste word dat ik een heel groot probleem heb vanwege dat ik maar alleen werk. En dan kom ik denk handen tekort. Of ik moet personeel aannemen, of ik moet mijn bed in de bakkerij zetten. Tijd om te kijken wat de jury van de worstenbroodjes vindt. De combinatie van een heel lekker brood en een lekkere vulling, daar zorgt je dus voor dat dus het worstenbroodje lekker wordt. Ondertussen wordt het beneden in de bakkerij steeds warmer. En dat komt niet alleen door de strenge jury. Ja, daar gaan ze. We zitten weer naar de bij, denkt u? Ja hoor, kijk maar. Ik vind je lekker!